Ja, we gaan in deze lessen de achtergrond de definitieve laag geven. Het heeft helemaal in het begin een laagje acrylverf gegeven. Toen zijn we er heel dun met olieverf en een beetje gemsel overheen gegaan. En datzelfde hebben we gedaan met de mandarijn. En nu gaan we de achtergrond de definitieve laag in kleur geven. En ik heb met een pastelpotloodje een heel klein beetje een horizon erin gezet, zoals je ziet. Dan weet ik ongeveer waar ik straks met de schaduw in de achtergrond een beetje moet blijven, zodat we wel een mooie gelijke lijn krijgen en niet bijvoorbeeld hier de schaduw aan deze kant stopt en aan de andere kant van de mandarijn heel laag, want dan gaat het gewoon niet helemaal kloppen. En ik ga een beetje een experiment doen. Ik dacht, ik ga de achtergrond in de kleuren maken die ook in de mandarijn zitten. Ik wil hem wel licht houden, maar het lijkt me gewoon leuk om een beetje willekeurig al die kleurtjes erin te zetten. Ik heb daarom, zoals je ziet, ook niet de iPad erbij staan. Ik ga het gewoon doen en we zien wel waar het schip strandt. Lukt het niet, dan kan ik er natuurlijk altijd weer overheen, maar ik denk dat dat wel heel leuk gaat worden. Het wordt gewoon een heel leuk kleurrijk schilderij met de kleuren van de mandarijn. Weliswaar wat lichter, maar wel exact die kleuren in de achtergrond. Dus nog even voor de kleurtjes. Hier zit, ja, het lijkt heel donkerbruin, maar het is sapgroen, cadmium oranje, cadmium geel. En ik zie dat hij iets naar beneden glijdt. Ik moet hem even in de gaten houden. Titanium wit. Een beetje ruwe omber, dat is een beetje een vergrijsd groene kleur. Daar zet ik straks wat schaduw mee in, samen met gebrande sienna. En natuurlijk de geelgroen, permanent geelgroen, die we ook in het blaadje hebben gebruikt. Nou, die poets ik ook een beetje in de achtergrond. Nou, je zag hem al voorbij komen, mijn penseel, een grote maat kattentong. En het kan zijn dat ik voor dichtbij de mandarijn even een iets kleiner penseel pak. Maar goed, dat gaan we zien. En ik heb natuurlijk mijn liquine. En liquine is een gel medium die een versnelde droogtijd heeft. Ik heb hem hier even in een klein potje gedaan, maar je kunt hem ook in een grote verpakking kopen. Maar zo droogt hij wat minder snel uit. Hoe meer liquine je gebruikt in deze laag, het medium, hoe dunner en transparanter je verf wordt. Je kunt je dus voorstellen als we nu over een dunne laag de verf wat vetter willen aanbrengen, dat we wat minder van dit medium gaan gebruiken. Maar nogmaals, het smeert, maakt de verf lekker smeerbaar en heb je hem niet dekkend. Nou, er kunnen nog wel 10 lagen olieverf overheen, maar dan moet je er altijd wel op letten dat je steeds de verf wat vetter maakt. Des te mooier wordt je gelaagdheid in de olieverf. Nou ja, en natuurlijk even een stukje keukenrol om mijn penseel aan af te vegen. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Mijn camera staat recht voor mijn neus, niet heel handig, dus ik moet er een beetje omheen. En ik doe wat liquine en ik zal een klein beetje om een palet doen. Dan kunnen jullie ook zien wanneer ik een beetje bijpak. Aan allebei de kanten van het grote penseel. Nou, wat ik zei, ik wil de achtergrond licht houden. Dus ik doe sowieso een beetje titaanwit. En dan begin ik met oranje. En dan kijken we wat er gebeurt. Nou, dan zie je meteen dat hij al veel meer dekt dan die eerste laag. En ik mag gerust wat meer verf gebruiken. Beetje geel, beetje oranje. En dan gaan we kijken. Ja, cadmium geel is natuurlijk wel heel hysterisch. Maar ik denk wel leuk. Een beetje meer wit erbij. Beetje oranje. En dan laten we hem een beetje lopen naar wat lichter toe. Naast die mandarijn. Dan krijg je gewoon een heel mooi contrast. Zoals je ziet beweeg ik de penseel alle kanten op. Ik maak hem ietsje witter. Dan vind ik hem toch wel heel kanariegeel. Ja, dat is als je natuurlijk geen voorbeeld hebt. Je kunt je niet aan de kleuren houden. Maar aan de andere kant, dat is ook wel weer een beetje de vrijheid van de schilder. Ik vind het ook wel leuk, deze achtergrond op zich. En misschien ga ik er straks wel met een heel klein beetje groen nog doorheen, hoor. Nou, nu voel ik dat mijn verf weer wat stroever wordt. En dat komt ook doordat ik titaanwit erin heb gedaan. Dus ik pak weer een klein beetje liquine. Niet te veel, want ik wil mijn verf echt wel dekkend erop zetten. En als er iets transparantie doorheen komt, maakt niet uit, want we hebben er toch nog een laagje onder zitten. En je ziet, hè, ik blijf een beetje uit de buurt van de mandarijn. Want zou ik dit er helemaal dik overheen smeren, dan ben ik mijn vormen kwijt. Dus ik laat straks zien hoe ik dat er een beetje onder ga krijgen. Nou, zo'n vlek, een beetje oranje hier, laat ik gewoon staan. Weer een beetje liquine. Een beetje wit. Een beetje oranje weer erbij. En dan zie je wat die cadmium geel doet. Hè? Dat zit nog steeds in mijn penseel. Dat is een hele dominante, dekkend gele kleur. Misschien had ik beter azogeel kunnen gebruiken. Maar ja, dan is het weer een andere kleur dan wat in de mandarijn voorkomt. Dus ik vind het ook wel leuk om het allemaal een beetje in elkaar te blenden.
wit. Wordt hij weer wat stroever, dus ik pak weer wat liquine. Ja, en je bent geneigd om heel veel liquine te pakken, want het maakt je verf, nou ja, bijna boterachtig als je gaat schilderen. Maar daar moet je dus, wat ik zeg, een beetje mee uitkijken als je niet 100 lagen wil aanbrengen. Nou, dat is natuurlijk een beetje overdreven wat ik nou zeg, maar je moet daar een beetje mee oefenen van hoeveel liquine gebruik ik en hoe dekkend wil ik hem in één keer hebben. Nou. Hij loopt een beetje zo van donker naar wat lichter, zoals je ziet, hè? Hier een beetje naar beneden toe. En dan pak ik weer wat liquine en weer wat wit. En dan zit hier die lijn ongeveer. Dus die hou ik een beetje aan. Ik ga aan de zijkant wel iets naar beneden, want ik vind het mooi om alleen een beetje schaduw onder de mandarijn te hebben. Aan de andere kant nog een klein beetje. Hier zit ook die lijn. Nou, daar zet ik straks mijn schaduw tegenaan. Oké, wat ik nu doe. Want we moeten natuurlijk zorgen dat de achtergrond achter de mandarijn verdwijnt. Nou, dat gaan we doen. En hoe ga ik dat doen? Ik veeg mijn overtollige verf een beetje uit het penseel. En dan pak ik een klein beetje, en ik zal het even op mijn palet doen, dan kan ik zien hoeveel, kan ik jullie laten zien hoeveel ik pak. Kijk, een klein beetje liquine, dus zonder verf, er zit nog wel wat in hoor, maar bijna niet. En dan ga ik vanuit die natte verf, ga ik het een beetje over die mandarijn heen poetsen. Dat moet, want hij moet, die mandarijn krijgt straks de definitieve laag. Dus dat hij er een klein beetje achter verdwijnt, pardon, dat is niet erg. Maar zoals je ziet is die nog prima zichtbaar. En wekken we de suggestie dat de achtergrond ook helemaal achter de mandarijn zit. Nou, ik moet wel blij van deze kleur. Misschien dat we er nog een beetje... Kijk, hier is die wat meer oranje. Er komt nog een beetje erbij. Vind ik wel mooi. Misschien hier ook nog iets. Kijk, nou is het de verf... Oh. Nu is de verf nat, dus dan kun je het zo lekker erin poetsen. En niet bang zijn, hè, om eroverheen te gaan. Je ziet hem nog echt wel goed erdoorheen. Iets te oranje, een beetje geel erbij. Wit. Maar lamme arm ervan. Ik zit een beetje boven mijn machten te schilderen, omdat ik zo om die camera heen moet hangen. Maar op deze manier zuigt het doek gewoon lekker vol. Terwijl ik mijn keukendoekje laat vallen. Ja, dit wordt straks wel leuk als je die mandarijn. Er gebeurt net even iets meer in de achtergrond dan wanneer je het helemaal wit maakt. En misschien, en dat gaan we gewoon proberen, is het niks, ga ik er gewoon weer met wit overheen als de laag droog is. Ja, dat is dan misschien soms een nadeel van olieverf, dat je gewoon, als je wat weg wil werken, moet je gewoon even wachten tot het droog is of je moet het eraf vegen. Dat kan ook. Pak een beetje permanent groen en ik kijk even wat er gebeurt. Waar zullen we die eens inzetten? Aan deze kant. Ja, mooie kleur. Dat doe ik hier ook een beetje... En je gaat het pas echt zien als we die mandarijn gaan schilderen. Hoe mooi alle kleuren bij elkaar komen. En dan ben je helemaal vrij in, hè, om die achtergrond te maken. Dus misschien wil je hem wel helemaal wit. Doe er dan wel een klein beetje blauw doorheen, hè. Want wit is echt een hele vlakke, nietszeggende kleur. Net als zwart in olieverf. Nou ja, en je ziet dat ik eigenlijk een beetje hier en daar wat groen in die natte verf poets. Ja, en dan denk ik... Oké, een beetje eerlijk verdeeld. Dus niet aan één kant, maar gewoon overal een beetje tussen. Even die mandarijn weer een beetje meepakken. Niet te dik met de verf eroverheen natuurlijk, want wat ik zei, hè, dan zijn we die lijnen kwijt. Nou, hier kan ook nog wel een beetje. Leuk.
En ik vind het ook wel leuk dat hij is bij mij niet helemaal 100% gedekt. Maar misschien vind ik dat ook juist wel een beetje leuk. Kijken wat er gebeurt. Als ik sapgroen erbij doe. Die zit natuurlijk ook nog in die blaadjes. En ik doe alles met één kwast, hè, zoals je ziet. Ja, vind ik fijn. Hoef ik er ook niet zoveel schoon te maken. Nou, hier een beetje. Dan denk ik dat ik het eigenlijk voor de achtergrond wel leuk genoeg vind. Terwijl ik altijd heel erg van de donkere achtergronden ben, maar... Nou ja, dit is ook een keer leuk zo. En het hoort een beetje bij de afbeelding, vind ik. Oké, nou. Een beetje gekke groene vlek, hoppakee. Het hoeft ook niet te glad, hè? Dus ik ga hem ook niet helemaal erin blenden, hoor. Kun je doen, hè? Met een zacht penseel. Even heel zachtjes over die natte olieverf. Dan blend je alles heel mooi in elkaar. Maar ik vind het zo leuk. Oké, mijn kwast is vies. Ik duik even naar de vloer. Ik moet mijn stukje keuken wel even oppakken. Haal ik even de overtollige verf eruit. Ik maak hem eigenlijk verder helemaal niet schoon. Ja, dan ga ik weer. Ik ga toch even mijn doekje op zijn kant zetten. En ik kijk even in mijn camera of het dan voor jullie zichtbaar blijft. Ja. Pak ik weer een beetje liquine en dan pak ik die ruwe omber. En dan doe ik een heel klein beetje groen bij, want anders dan vind ik hem te bruin. Misschien ook wel een beetje oranje zelfs. Ja. Oké, dan zet ik mijn schaduw eronder. En niet schrikken van de donkere kleur. En ik doe het met die grote penseel, hè? Vind je dat eng? Pak gewoon een kleinere. Ik ga ook dus iets over het randje van de mandarijn. Want ik gebruik een transparante kleur, dus dat geeft helemaal niks. En ik zet hem wat verder dan waar ik het eigenlijk wil hebben, de schaduw. Maar daar ga ik straks met mijn licht weer tegenaan. Oh, even een beetje verf erbij. Een beetje oranje, dat is wel mooi. Want het spiegelt van die mandarijn dan op de ondergrond. Waar het op staat. En misschien, hè, we gaan het gewoon doen. Een beetje oranje erbij. Zodat een hele bruine vlek. Oké. Draai ik hem even terug. Nou, nu staat die mandarijn vast. En ik laat jullie even zien. Dan pak ik een schoon kattentong penseel. Want het lijkt nu alsof mijn mandarijn helemaal hoekig is. Maar kijk, ik ben er gewoon overheen gegaan. Hè? Hier zit hij. Ik haal het niet helemaal weg, want ik wil mijn mandarijn er overheen schilderen. Zodat hij echt straks goed vast komt te staan. Maar om even te laten zien dat hij echt nog wel rondloopt. Maar dat ik altijd een beetje over de onderschildering van de eerste laag heen schilder. Nou, dit is zeg maar de onderhier. Ik had te veel weggehaald. Dus ik ga weer iets over het mandarijntje. Oké, dan haal ik weer met de keukenrol de verf uit mijn doek. Ik zet mijn doekje weer even over dwars. En dan ga ik die ondergrond een beetje dezelfde kleur geven. Alleen ietsje donkerder wil ik hem hebben. Dus ik wil de ondergrond wel licht houden, maar net een tikkeltje donkerder dan de achtergrond achter de mandarijn. Ik pak weer een klein beetje liquine en dat doe ik op mijn palet, zodat jullie kunnen zien... Hoeveel ik daar ongeveer van pak. Nou, mijn penseel is vettig. Ik pak een klein beetje wit. En een beetje oranje. En dan doe ik een heel klein beetje gebrande sienna bij. Een beetje een roodbruine, warme kleur. En nou zet ik die kleur iets van mijn schaduw af. En dan ga ik naar de schaduw toe. Zonder hem helemaal weg te poetsen. Maar ik ga er wel iets naartoe. Waardoor je schaduw onder de mandarijn het sterkste blijft. Maar er vandaan wat verzacht wordt. Dus niet helemaal wegsmeren. Hoor. Pas op dat je donker niet te licht wordt. Als het wel zo is, nou, dan kun je natuurlijk altijd weer overheen. Oké, met die vuilige kwast pak ik weer mijn wit. Klein beetje geel. Zet ik er vandaan en dan ga ik er weer naartoe. Want dan krijg ik weer de kleur die in de achtergrond zit. Maar dat we sienna gebruikt hebben. En je ziet ook dat ik nu de kwast op deze manier beweeg. Hè? Krijgen we dezelfde kleur, alleen net een tikje donkerder. Omdat sienna erin zit dan de achtergrond. Ik ga niet helemaal tot de buitenkant van mijn doek, want ik wil graag de achtergrond straks vanaf de bovenkant, laat ik zien, weer een beetje er naartoe brengen. Beetje meer verf, want wordt hij te dun. Dan zetten we hem even terug en kijken we even wat er gebeurt. Oh.
En nou ga ik dit lichte kleurtje wat hierachter komt, dat ga ik hier inblenden. En dat was vooral wit, met een beetje geel en een beetje oranje. En dan kijk ik even of het een goede kleur is. Hij mag iets lichter zelfs nog. Ja. En dan pak ik die achtergrondkleur en dan ga ik hier naartoe. Beetje meer licht, iets liquid, want ik voel door het gebruik van wit dat mijn penseel weer zacht wordt. Ik ga het strak naar elkaar toe brengen hoor. Ik zet het er eerst op. En datzelfde doe ik aan de andere kant. Is die zelfs nog ietsje lichter? Ja. Gek gezicht, hè, nu die helemaal over die mandarijn heen geschilderd hebben. Mijn schaduw ietsje inkort aan de buitenkanten. Ik kan er altijd weer iets overheen zetten. Het is wel heel donker. Dan komt hij niet zo mooi bij de rest, al zeg ik het zelf. Dus ik pak een beetje oranje. Ik ga hem iets meer oranje maken en ietsje lichter. En je ziet het, hè? Ik ga over mijn mandarijntje heen. Dan verdwijnt hij er echt achter. Beetje licht. Vind je het fijner met een kleine penseel moet je doen, hè? Ik heb natuurlijk een redelijk vaste hand, dus... En ik aai over mijn doek om alles lekker zacht in elkaar te blenden. En dat vind ik zo het mooie van olieverf. Nou, dat moet ik aan deze kant ook nog even doen. Daar is hij ook nog iets te hard. Nou, ik denk dat ik het best een mooi achtergrondje vind zo. Ik ga nog een heel klein beetje, even zien, een klein pluisje op mijn doek zo. Oeps, die is eraf. Kijk, nu stoot ik het tegen mijn ezeltje aan. Ik ben hier zo handig altijd. Ja, dan zet ik een heel klein beetje oranje in die ondergrond. En een beetje geel erbij. Er komt een beetje de kleur van de mandarijn ook weer terug. En die ga ik niet helemaal erin poetsen. Pardon. En je ziet, hè, dat ik best wel met behoorlijk wat donker begonnen ben. Maar donker geeft zoveel vorm en diepte en licht en in elkaar blenden, dat kan altijd hoor. Het is juist het donker op durven zetten. Ja, ik denk dat het zo goed is. En laat ik nog even zien, terwijl ik mijn penseel even veilig wegleg. Ik heb in mijn ene hand mijn keukenrolletje. Dan haal ik even wat verf weg. Laat ik het met een beetje liquid doen. Ik haal het een klein beetje weg, zodat ik nog een beetje zie waar de mandarijn gebleven is. Ook om het aan jullie te laten zien. Ik zie hem, als ik zo bij mijn ezel zit, zie ik hem nog goed doorheen. Maar ik kan me voorstellen dat het op de camera een beetje lastig te zien is. Ja, is dat te zien? Want hij loopt helemaal hier.
Nou, mijn blaadje is nog wel te zien, denk ik, op afstand, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen, experimenteer vooral heel erg met die achtergrond. Des te leuker wordt die. Wil je hem lichter? Nou, doe het vooral. Doe je hem helemaal zwart. Ook prachtig. Meng wel een beetje oranje door je zwart. Of een beetje rood. Dat de kleur er wel in terugkomt, want anders dan slaat het helemaal weg, hoor. Kleuren bij elkaar brengen, dat is het allermooiste in zo'n schilderij. Nou, achtergrond staat erop. We zijn weer een lesje verder, dus straks de laatste laag in de mandarijn en dan hebben we een schilderijtje klaar. Veel plezier!